Hoi Quickboys, naast mij Bert. Bert heeft vorig jaar misschien wel voor een debacle gezorgd hier op Nieuw-Zuid. En we gaan nu kijken hoe hij hier gekomen is, hoe oud hij is en wat zijn doelstellingen dit jaar zijn. Nou, allereerst mijn excuses voor vorig jaar. Nee, ik ben 24 jaar, kom uit Wervershoofd, een stukje rijden, dus 100 kilometer verderop. En hoe ik hier was gekomen? Ja. Vorig jaar toen ik aangaf dat ik weg ging bij Spakenburg, ben ik eigenlijk de volgende ochtend gelijk al benaderd door Jaap Hoek. En zodoende is dat balletje gaan rollen en een paar weken later zat ik hier te tekenen bij dit veld. Oké, helemaal goed. En wat verwacht je komend jaar hier te gaan doen? Behalve veel doelpunten maken? Ik verwacht een heel leuk jaar. We hebben een leuke groep jongens, zoals ik de eerste 2 weken nou een beetje heb meegemaakt. En ik verwacht mee te doen voor de bovenste plekken en ik hoop weer zo'n feestje aan het einde van het seizoen. Ja, ik denk dat wij als Quick Horses dat allemaal hopen. Hoeveel doelpunten verwacht je dit jaar te gaan maken? Dat is een leuke vraag, hè? Als ik fit blijf en ik speel alles, nou minimaal 20. Okay, dat is eigenlijk de erfenis van Jordi Thijssen wil je overnemen? Ja, zeker weten. Ja, dat moet mogelijk zijn, denk ik. Oké. Bedankt Quickboysers. Ik hoop dat Bert zijn belofte na kan maken en dat hij er gewoon lekker 20 in gaat schieten voor ons. Klopt wel.